Zaterdag konden basisschoolleerlingen een kijkje nemen bij het Fioretti College. De VMBO-school in Veghel die onlangs door Elsevier werd uitgeroepen tot superschool. Een predicaat dat je niet zomaar opgespeld krijgt. Elsevier zet allerlei objectieve gegevens op een rijtje, geeft daar een beoordeling aan. En als je bij de 15% beste scholen van Nederland hoort op 3 criteria, dan krijg je predicaat superschool. En dat hebben we voor onze basisberoepsgerichte leerweg gerealiseerd. Wat zijn die criteria? Dan kijk naar de onderbouwsnelheid, dat wil zeggen van gaan leerlingen onvertraagd door, dus geen dubbeleurs in de onderbouw. Men kijkt naar waar zit je in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool, correspondeert dat. En men kijkt ook heel nadrukkelijk naar de examenresultaten. Het predicaat komt natuurlijk op het juiste moment, nu met die open dag. Ja, dat is natuurlijk een bewustje van Elsevier ook, hè, dat ze juist in januari die cijfers publiceren, omdat heel veel scholen nu een open dag hebben. Vorig jaar hadden we op 3 fronten het predicaat goed. Dit jaar hebben we op 2 fronten het predicaat goed. En op eentje dus het predicaat super zelfs. Dus we zijn nog een stapje beter geworden. De aankomende leerlingen hebben zo hun eigen reden om voor het Fioretti College te kiezen. Ja, het lijkt me gewoon een hele leuke school en het is een beetje mijn niveau. Wat wil je hier gaan leren? Ja, ook gewoon leren om misschien om wat later te gaan doen. En kan je ook meer dingen met je handen doen en dat is ook leuk. Wat zou je graag willen doen? Misschien juffrouw. Ik wil heel graag in de kookrichting op en daar hebben ze een hele grote keuken en een restaurant. En dat zou ik heel graag heel leuk vinden. Ja, want bakken en dergelijke, dat kan hier gebeuren, hè? Ja, dat vind ik wel echt heel mooi en leuk en om te doen. Dus jij wordt straks een sterrenkok? Ik hoop van wel. Ja. Of ik wil een eigen patisserie of zo. Je wilt een eigen patisserie beginnen? Ja, dat zou me echt heel leuk lijken. En om bijvoorbeeld ook een keer aan een kookprogramma of een bakprogramma mee te doen, zou me ook wel heel leuk lijken. Valt het mee om een keuze te maken voor uw dochter? Ik vind het altijd heel lastig, welke school. Want we komen hier niet zelf uit de buurt. We komen uit Volkel. Dus dit is voor haar een stukje verder weg. Maar deze school spreekt haar heel erg aan. En ze is heel erg enthousiast over deze school. Dus waarschijnlijk wordt het hier het Fioretti College. En dat is een school met heel veel mogelijkheden. Wij zijn een school voor praktijkonderwijs en voor VMBO. En dan binnen dat VMBO zijn we behoorlijk breed georiënteerd. Basis, kader en MAVO. En binnen basiskader kun je eigenlijk heel veel richting op. Bouwen, wonen, interieur, mobiliteit en transport, de horecaopleidingen, economie en ondernemen. Dus een brede VMBO-school. En nog wel een superschool, maar wel met de uitdaging om deze titel vast te houden. Ja, het is natuurlijk één kant van het verhaal. Hè. Ik bedoel, we zijn ook een school die bekend staat als gezellig, op de leerling gericht, prettig om te zijn. Daar word je niet op beoordeeld. Je wordt puur op resultaten beoordeeld. Maar het is heel fijn voor ons dat de resultaten goed zijn. En je hebt gelijk aan ons nu de opdracht om die kwaliteit op orde te houden.